Dag iedereen, ik ben Steven, ik ben architect. Ik heb meegebouwd aan de nieuwe passieve koolruitwinkel van WPO. Het is altijd tof als uw werk aansluit bij uw eigen visie. Ik hou van duurzaam, de groep houdt van duurzaam, dus eigenlijk vloeit dat perfect in elkaar over. Om maar te zeggen, zo heb ik mijn eigen huis heel goed geïsoleerd. Ik heb zonnepanelen geplaatst en ik doe ook aan regenwaterrecuperatie. En nu begin ik eigenlijk te denken om op een dag eens volledig passief te bouwen. Koolruit WPO was echt een tof project en het mooiste moment blijft voor mij elke keer opnieuw de opening van een winkel. Zien waaraan dat je gewerkt hebt, de mensen daar zien winkelen, daar kan ik echt van genieten. In juni 2012 opent in WPO bij name de eerste lage energiewinkel van Koolruit. Lage energie, want in de winkel staat alles in het teken van energiebesparing. Om te beginnen is de winkel slim georiënteerd. De versmarkt en de beenhouwerij, die koel moeten blijven, zijn gericht op het noorden en ingeplant in een berm. Op zonnige dagen haalt de winkel energie uit meer dan 300 zonnepanelen. De luchtdichtheid in de winkel is uitstekend. Dankzij een sas aan de ingangen is er in de winter de helft minder verwarming nodig en blijft het er in de zomer fris. Ook het groendak houdt de winkel zomers koel. Bovendien zuiveren de mossen, vetplantjes en grassen het regenwater. Dat belandt verder in de infiltratieput, zodat de riolering niet overbelast raakt. Al die inspanningen worden beloond. Eind 2012 behaalt Koolruit WPO de tweede plaats in de Mercuriusprijs van Comeos. Als ze mij in WPO ooit nodig hebben, dan mogen ze mij onmiddellijk bellen. Ik weet daar ondertussen een heel goed frietkot zijn, dus ik sta daar direct. Met veel plezier ga ik daar naartoe.